Die volgende stelling wordt gemaakt. Indien die grensverbruiksgeneigdheid 3/4 is, sal die vlak van geïndekseerde verbruik 75 wees teen een inkomensvlak van 100. So, ons moet gaan kyk, indien inkomen 100 is, hoeveel gaan geïndekseerde verbruik wees? Nou, wat is geïndekseerde verbruik nou weer? Ja, ons weet, dit word gegee deur CI. Wat die stelling vir ons sê, indien inkome 100 is, en die grensverbruiksgeneigdheid 3/4 is, dan is geïndekseerde verbruik 75. Kom ons los dit op en kyk of dit waar is. Ons kan dit vereenvoudig, 4 gaan homself 1 maal, na 125, so 3 maal 25 is gelijk aan 75. So die stelling is waar. Hier het ons met rationele breke gewerk, van ons gaan met sakrekenaar werk, en sê maar goed, ons werk eerder met decimale breke. Argument blijft precies hetzelfde. Geïndekseerde verbruik word gegee deur CI. 3/4, wel, ons kan dit gaan oplos, en ons sê dit is 0,75 maal met inkome van 100, 0,75 maal 100 is 75. So ongeacht van wat de methode ons gebruik, sê ons dat die stelling waar is, teen 'n inkomensvlak van 100, met een verbruiksgeneigdheid van 3/4 is die geïndekseerde verbruik 75.